Zeg maar dag, Gandalfi. Hé? Ja, Gandalfi is bang van de droger. Gekregen. Hangt wel een kaartje aan, maar geen afzender, niks. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer, ja, let op. Maandag 7 december en we leven om 14:25. Ja, ik heb al heel wat gedaan hoor. Ja, en Astrid is boven bezig en ik heb er eentje op schoot. Ja, ook dat nog. Zeg maar dag, Gandalfi. Hé? Ja, Gandalfi is bang van de droger. Waarom is mij een raadsel? Hé? Ja nou. Is een raadsel voor het vrouwtje. Want dat was je altijd dat we de Karin en vrouwtje je ophaalden bij die mensen vandaan. Waar jij niet langer welkom was als kitten. Hé? Nog niet eens niet een week daar geweest. En je komt bij ons in het warme nest. En toen was hij al bang van een droger. Dus ja. Ik weet het echt niet. Dus ja. En hij wil ook niet naar buiten. Dus nou, lekker binnen toch? Ja. En ik moet nog steeds ook voor die kaarsen. Doe ik ook achteraan. Dus ja. Komt goed. Ik moet vanmiddag eventjes kerstgeld ophalen. En ik heb kerstgeld voor die kaars. Want ik heb daar ook nog geld. Ja, ik heb nog geld extra. Nou, doe ik in mijn portemonnee en dan kan ik daar dat verkopen. Komt allemaal goed. Dus ja, ik heb vanmiddag heel wat te doen. Het zonnetje, tenminste, nou ja, het wordt wat lichter, laat ik het zo zeggen. En dan vanmiddag eventjes kaarten rondbrengen. En dan moet deze ook mee. Die gaat ook in mijn portemonnee. Dus ja, komt allemaal goed. Ja. Komt allemaal goed, zeg ik maar. Maar ja, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Zoals ik al zei, Astrid is boven bezig. Ik hoorde nou op de trap lopen. Ik heb al een paar telefoontjes gepleegd. Enkel één was niet thuis, dus die proberen we vandaag later weer te bellen. Elming ligt weer onder mijn bureau. En Rijka die ligt weer op de bank, zover ik weet. Ja, hè? Oh, in de band. Oké, nou dat mag ook. Ja, toch? Dus ja, het komt allemaal goed. En ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle maandag gewenst. Namens, nou ja, Corina en de Beestenboel. En natuurlijk Astrid. Ja, want die is er nou ook bij. Dus die noem ik er ook even bij op. Dus namens Astrid ook een hele fijne, liefdevolle maandagmiddag gewenst. En we spreken elkaar gewoon later gezellig weer. Enkel, ja, hoe vaak ik vandaag kan vloggen, ik zou het echt niet weten, want het is gewoon een drukke dag. Ja, ik moet hier nog verder in de keuken even schoonmaken. De vaatwasser, die keer straks aan. Ik weet niet of Astrid nog koffie wilt, ja of de nee. Het komt allemaal goed. Ja hoor, en ik zou zeggen, hou gewoon ook vol goede moed, want dan doe je het ook goed. Ja toch, of niet dan? Vind ik van wel. Maar in ieder geval, ik zou zeggen... We spreken elkaar sowieso later weer. Dus tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden. Het is alweer heel erg laat. En dat wat ik voor het eerst vandaag de camera pak. Het is al 16:23. Hoezo zo laat? Nou ja, wees eerst maar welkom bij een kleine nieuwe vlog. Gisteren heb ik ook niet veel gevlogd. Ik vlog ook maar één keer. Maar het maakt niet uit. Ik heb het gewoon druk met allerlei dingen. Maar, ik was boven bezig, op de logeerkamer. Ging de deurbel. En ik had de honden ook boven. En, ik roep, wie is daar door de logeerkamer aan? Was het een bloemist? Oké. Dat moet niet bij mij.
zat te verpakken. Een klein leuk bosje bloemen gekregen. Hangt al een kaartje aan, maar geen afzender, niks. Er staat erop: een steuntje in de rug voor u tijdens deze coronatijd. Fijn dat ik u aan de telefoon heb kunnen helpen. Ik zou niet weten wie mij heeft gebeld om te helpen. Nobody. Nee, ik heb geen hulp nodig om wat steun aangaat voor coronatijd, want ik ga mijn eigen gang wel. Blijkt het de verzekering te wezen, ik heb dus gebeld naar de bloemist, is van de verzekeringsmaatschappij. Nou, ik heb maar één verzekeringsmaatschappij en ja, ik ga geen reclame maken, maar het begint met een U. Ja, het, ja, alsof ze dat naar iedere cliënt doen. Zo'n bloemetje. Het is wel een klein bloemetje, maar het is toch leuk! Ja, echt wel. Dus ja, dat in ontvangst genomen. En ik ben er hard op geweest om de kaarten rond te brengen. Nou heb ik er hier nog twee liggen, maar die worden gehaald. Dus ja, dat komt wel goed. En ik kreeg een telefoon onderweg, maar ja, ik neem niet op, want het is mij te koud. Ik heb handschoenen aan en mijn telefoon zit in een hoedje, dus ja, bekijk het maar. Ik zag wel wie het was. Ik dacht, ja, sorry schat, komt straks wel hoor. Nog hoor, ik had handschoenen, maar koud. Potverdikkie, echt koud. Nou, en ik heb boodschappen gedaan, zonder mondoekje. En ik denk, nou, ik word aangehouden door of het zijn een boa of een van de personeels van mevrouw moet. Ik moet niks. Nee. Maar oké, ik heb mijn boodschappen weer in huis voor vandaag. Wat ik sowieso vandaag nodig had. Ik heb ook weer een nieuwe zak kattengrip moeten halen na zoveel weken. Want ik had meer dan genoeg. Ik ga binnenkort weer hamsteren. Dan heb ik weer een tijdje genoeg. Maar ja, dat komt allemaal. Ik ga nou eerst even bellen naar degene die mij had gebeld. En dat was Mary. En ik dacht dat ik ook nog een appbericht zag van Karin. Maar dat weet ik niet zeker. Maar daar zal ik ook achteraan gaan. En of ik weer ga filmen vandaag, dat weet ik ook niet. Nee. Ik heb nou ook voor de diertjes de grote pak neergezet. Want dat moet nodig schoon. Dat ziet er niet uit. Dus ja, daar heb ik nou mijn grote pak gedaan. Dan eten ze daar maar uit, ja. Ze wouden dat eerst niet, maar ze hebben er toch al van gegeten. Ja, er ligt er al een. En daar ligt er ook een. Ja, ik heb wel zien aan de verlichting dat ik nog maar net thuis ben, want het is allemaal verder nog uit, ja. Dit is nou aan, maar ja, oké. Mijn hemel, oh het is echt koud hoor, niks aan. Maar oké, we zijn er weer. Het is in ieder geval wel mooi weer. Dat hebben we wel in de pocket, dus daar ben ik blij mee. En ik wens jullie nou verder een hele liefdevolle namiddag. Straks wel lekker eten. Ik weet nog niet eens wat ik zelf moet gaan eten. Nee, ik denk dat ik gewoon lekker makkelijk hou. Gewoon brood vandaag. Ja, en een kuppa soep erbij, ook lekker. Word je ook weer warm van. Ja, en dan zien we dan even vanmorgen even eten uithalen uit de vriezer. En dan komt dat ook goed. Morgen krijg ik visite, maar die moet ik even ophalen, want zo die vlakbij. Einde van, ja, ook vlakbij. Een andere vrouw hoor, een hele andere vrouw dan Marianne. Ja. En ook een leuke, lieve schat. Maar in ieder geval, die is ook minder valide. Die rijdt ook een scootmobiel. Dus ja, die haal ik even op en dan komt dat wel weer goed. Dus ja, komt ook goed, hè? Ja, nou, Elwin? Ja, we zijn nu lief weer, hè? Ja, je moet ook stil wezen. Ik krijg nou niet de cookie. Nee, jullie krijgen nou niks. Dat ik thuis kom begonnen te janken en te piepen, nou dat hoeft niet. Niet op die manier, dat was echt...
Nee, niet te fijn om te horen. Van de week dat ik weg was, was een hele andere piep. En dat vond ik niet erg. Maar deze piep vond ik wel erg. Was geen leuke piep. Nee, piep piep. Nee, niet leuk. Maar oké, ik ga hier op schieten, lieve vrienden. En ik zou zeggen, tot later. Doei, wanneer weet ik niet. Vandaag of morgen. Je ziet het allemaal weer verschijnen. Doei.